Ik wilde nooit meteen oudere geneeskundige worden. Ik wilde eerst, wist ik het eigenlijk nog niet. Ik heb overal gekeken en uiteindelijk besloot ik ga maar geriatrie doen. Want nou ja, dan weet ik zeker dat ik alle specialismes in één heb. Het is ontzettend breed en dan heb ik in ieder geval ruime ervaring. Dan kan ik dan vanzelf kijken waar ik nou ja, het beste in pas. En tijdens mijn studie heb ik dus geriatrie gedaan als keuze. Maar ik hoorde niet in het ziekenhuis. Ik voelde me daar niet prettig. Ik had eigenlijk nooit tijd voor wat de patiënten belangrijk vonden. Het was de aandoening behandelen en dan moesten mensen weer naar huis. Totdat ik op een gegeven moment in opwelling naar een informatieavond over ouderengeneeskunde ging. En daar ging een wereld voor me open. Ik wist niet dat wat het inhield en dat het zo ontzettend breed was. En dat je ook zoveel mogelijkheden erin hebt. Daar heb ik ook eerst gehoord over de mogelijkheid tot onderzoek. En ik besloot eigenlijk diezelfde avond nog van ik wil IOTO worden. Ik wil ouderengeneeskundige worden. Ik wil iets bijdragen. Ik ga ervoor zorgen dat specialisme ouderengeneeskunde op de kaart komt te staan. En ik ga het ook internationaal proberen te krijgen.